Het heeft te maken met mijn vak. Ik ben bouwer, aannemer, timmerman. Ik ben eigenlijk meester timmerman. Maar mijn nadruk ondernemer. En ik... Mijn hele leven bestaat uit actie. Ik begin met niks en ik eindig met een eindproduct. En dat is dit ook. En zo kwam dit te koop als zijnde oude winkel die ik wel kende. Dat was van de Smit vroeger. Van de Smit. En toen dacht ik van, goh, ik heb alles het een en ander gevonden. Dat past er precies in. En daar ga ik even naar terug. Want u hebt lang geleden iets in de oude Helenakerk gevonden. Ja. U was daar bezig. Ja, ik heb daar gevonden duizenden munten. Oorlogsdocumenten. Een enig moment een complete grafkelder uit de middeleeuwen. Nou, en dat was dat de per ongeluk? Nee, op aanwijzing van. Okay. Nou, en dan ben ik gaan graven. Ik heb dan maar zo'n gat gegraven in de kerk. En toen kwam ik inderdaad op een gewelf. En toen ook door de hinderslaar. En toen zat ik in een gat. En dat was een grafkelder. En was daar een graf te zien? Ja, er waren drie graven. In. Drie? Ja. Van wie of is dat niet bekend? Nou, de initialen in de muur, die gaven al aan 1700 en 1800, dus dat was wel oud. Ja. En die initialen, dat is eigenlijk de oorzaak van deze hele toestand, dat daar hebben historici zoveel werk van gemaakt. Dat is allemaal onderzocht. Tot op de... Ja, dat begint al in 1400. Wie waren het? Dat was een baron onder andere, een barones. Nee, de baronfamilie uit Duitsland. Achteraf mijn bedovergrootmoeder van de Arensens familie. Dat is een initiaal met A. En dat is ook allemaal onderzocht. En dan blijkt dat Arensen met een S is. En mijn oma heette Arensen met een Z. Maar dat is toch... Oh, dus dat is niet hetzelfde? Nee, het is wel hetzelfde. Alleen de ene keer was het een S en dan werd het een Z. Allemaal onderzocht, wist ik niks van, nu weet ik dat allemaal. Nou, hebben u hier, dit pand hebben u dan aangekocht, een tijd geleden, met de bedoeling om dat hierheen te halen. U hebt hier die grafkelder nagebouwd. Waarom? Ja, die grafkelder was al klaar. Oh. Die had ik al enige jaren geleden klaarstaan boven mijn bedrijf. Op een grote ruimte. Ja. En die is met de kraan te verplaatsen. Dus wat ik hier heb gebouwd is ook demontabel. Ik kan de hele gevel er zo uithalen en schuif ik het graf naar binnen. Ja. Of er weer uit. Maar dat Helena-huis heeft nog meer relieken uit, uit Helena-kerk? Alles wat ik gevonden heb zit daar nu in. Dus pakweg munten, nou dat begint... Onder andere bijvoorbeeld koningin Wilhelmina als meisje. Daar zijn er munten van. Dat is ze 18 jaar. Met heel lang haar heb ik gevonden. Ja. Wat ik nu wist en toen niet. Ik heb het complete 12-delige muntstelsel gevonden. En dat is toe te wijden aan de Duitse gasten. Want het is een Duits muntstelsel. En dat heb ik compleet gevonden. Ja, dus toen dit pand hier van die Smit te koop kwam, ben je daarop ingesprongen. En nu is het klaar. Maar het is niet alleen, het heet wel het Helena-huis, maar het heeft meer functies. Het heeft dus ook voor de plaatselijke kunst, omdat er galerijen in zitten, de originele smederij is gebleven met alle galerijen. En die omloop, dus het is eigenlijk industrieel erfgoed. En dat is nu verbouwd tot Helena-huis. En wat kun je... En op die verdiepingen, dat is de eerste verdiepingen, zijn min of meer art Aalten, al de wisselwerking Aaltense kunst, de huidige kunstenaars. En op de tweede verdieping, daar staat, dat is de mooiste verdieping, daar staat een complete collectie, altijd van Pieter Lintem. Dat is een blijvende collectie in wisselwerking. Pieter Lintem heeft pakweg 1000 schilderijen gemaakt. En er hangen er constant 40 à 50. Oké, maar de middelste editie is, dat kan wisselen. Dit is dus voor de huidige kunst. Ja? Oké. Dan hebben we hier, waar we nu zitten, is er nog een heel groot... De Smitse. De Smitse. Ja. En dat hoorde ook bij... Dat hoorde er vroeger allemaal bij. Dit heb ik allemaal verbouwd, maar dit is alweer 15 jaar geleden. Oh, dat bestond al. Dit heb ik toen helemaal... Ja, dit is heel oud. Maar deze Smitse was ook een van mijn opdrachten. Maar dan is het te moeilijk om uit te leggen. Ja. Hou het maar gewoon bij het Helena-huis.
En wanneer is het Helenehuis open? Weet u dat? Dat gaat nu open op zaterdag voorlopig. Alle zaterdagen. En zoals de Helena-kerk open gaat met de supposten, is het een samenwerking. Oké. En dat wordt vanaf Hemelvandaag. Dan is het dus ook in de week open. Oké. Hoe blij bent u ermee? Goed. Maar gewoon? Ja, helemaal gewoon. Ik gewoon weer aan het werk. Nog een volgende project? Ja, zat. Ja, zat. Nou, werken zat. Daar horen we dan nog wel wat van. Ja. Nou, in ieder geval nu succes. Ja, nee, maar ik bouw wel door.